In het Tiemilgebouw op het complex van de ADEC heeft gistermiddag de soft launch plaatsgehad van het platform MSP Miskoropassie. Miskoropassie is een studentenapplicatie die door jongeren gebruikt kan worden als het gaat om onder andere richtlijnen voor het kiezen van de juiste studieloopbaan en carrière. Volgens Variel Melgers van MSP is deze app tot stand gekomen nadat een student met deze problemen geconfronteerd was geraakt. Namelijk niet genoeg studieinfo en van een geboren soft launch. De applicatie, de beta-versie wordt al gebruikt door de scholen en enkele testers, studenten. En in januari zullen we van start gaan met de echte launch. Ook voor studenten die buiten Suriname willen studeren is er een pagina BOS, Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten. Wij spraken twee studenten over hun ervaring met Miskoropassie. Ik ben Suelle en ik weet niet zeker wat ik wil worden later. Is dus daarom met behulp van die app kan ik misschien genoeg informatie vinden zodat ik later, als ik ben afgestudeerd van de middelbare school, weet wat ik dan later kan doen. Ik ben Regine. Ik bezoek nog de MULO-school en ik ben ook niet zeker wat ik wil doen na de MULO-school. Dus vandaar ik naar hier ben gekomen voor meer informatie. Twee studenten die gebruik zullen maken van het platform Miskoropassie MSP. Het streven van de ontwikkelaars van deze applicatie is om jongeren in Suriname bewust te maken van hun studieloopbaan. Ze spelen hiermee in op de roep naar informatie over welk beroep of welke loopbaan de jongeren moeten kiezen.